de Chopin. Beroemde muziek voor de piano. En we horen het ook heel mooi gespeeld. Maar wat hoorde Chopin zelf? Hij was geboren in 1810. Toen hij 10 jaar was, kon hij al heel goed piano spelen en hij componeerde. Maar in die tijd bestond de moderne vleugel, zoals we net hoorden, nog niet. Eigenlijk ben ik wel benieuwd naar de oren van Chopin. We gaan terug in de tijd naar 1830. Dit is een vleugel uit de tijd dat Chopin ongeveer 20 jaar was. Hij had toen al heel wat gecomponeerd. Stukken die nog altijd gewaardeerd worden en vaak gespeeld. Maar wat we net hoorden op de moderne vleugel, kunnen we nu horen met de oren van Chopin.